Leden van de Raad in het College en ambtenaren van Oegstgeest hebben zaterdag een wijkwandeling gemaakt door de Oranjebuurt. Door middel van deze wandeling wordt op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met de wijk en haar bewoners. Ja, we zijn nu bij Jottem. Dat is natuurlijk een begrip in Oegstgeest. En straks gaan we naar de regio, Regenboogkerk, gaan we in gesprek met diverse kerkgenootschappen. We gaan ook langs bij de winkeliersvereniging in de Kempenaarstraat. En ik heb ook gehoord dat hier diverse mensen van de historische vereniging zijn, van de eenzaamheidsnetwerken. Dus ik denk dat we voor een breed en interessant programma staan. We krijgen ook nog meer te horen over de geschiedenis van deze wijk. Nou, dat vind ik zelf ook fantastisch. Dus ja, het wordt een goede wandeling, denk ik. Deze wandeling is op verschillende manieren belangrijk voor het bestuur van het dorp. Omdat ik het gevoel heb dat veel raadsleden, geen geboren getogen Oegstgeestenaar, gewoon Oegstgeest niet kennen. En op deze manier leren ze inderdaad steeds een stukje van Oegstgeest van dichtbij kennen. En niet vanuit de raadzaal. Echt belangrijk. Er zijn natuurlijk dingen die wij in onze vergaderingen misschien over het hoofd zien en die belangrijk zijn, die aangepakt moeten worden. We hebben het vorig jaar ook in Haaswijk gedaan. Toen kwamen er ook een aantal dingen uit die wandeling waar wij ook mee aan de slag zijn gegaan. Dus ik hoop dat dat hier ook weer het geval zal zijn. Tijdens de wandeling zullen veel ervaringen gedeeld worden. Er wordt een verslag van gemaakt. Daar zullen ook actiepunten in komen. De raad zal die ook gaan bewaken. En voor een deel zullen die ook gewoon bij de ambtenaren uitkomen als het echt uitvoering is. Als het echt om grotere vraagstukken gaat, ja, dan zal het college en de raad zich daarover mogen buigen. Wandelingen zoals deze gebeuren jaarlijks. Op deze manier worden alle wijken in Oegstgeest één voor één bezocht.